Zaterdagmiddag vierde klasse D. Borger tegen Elim. Herman Klomp is een van de mannen die heel graag scoort. Gemiddeld scoren de beide ploegen 5 per wedstrijd. Alleen hij begint op de bank. Een heel fel begin van Borger. Het is Elim in het rood. Probeert goed uit te verdedigen. De wedstrijd 10 seconden onderweg. En dan meteen al die druk. Dat wat Borger heel graag wou. Zo snel mogelijk storen. Mede wat Schoonweren. Routinier bij Elim. Weet fatsoenlijk de bal uit te verdedigen. Koploper Elim is fysiek sterke ploeg. En Borger, jong als ze zijn, proberen altijd te voetballen. Maar ze hadden het zwaar vanmiddag. 25 minuten gespeeld. Levert Ruben Meerenboer zomaar de bal in. En dan Mike Doldersem. Jawel, hij scoort de 1-0. Het is ook eigenlijk de eerste kans van de wedstrijd. Wel al was er een aantal keren afgefloten voor buitenspel. Maar de 0-1 is een feit. Borger dan. Vlak voor rust. Wordt slecht weggewerkt. Diederik Oosterwijk met de pantoffel. Ja, knappe redding hoor. Gert Benjamins. Hoeft niet veel te doen. Maar dit was heel goed gered van hem. Elim dan weer. Het was gevaarlijker. Het had minder balbezit de eerste helft, maar het was gevaarlijker. Maar het eigenlijk 12 tegenstanders, want die grensrechter, ook dit, Janno Prijs wordt weggestuurd. En eigenlijk bijna iedereen is het er wel over eens dat het ook geen buitenspel was. Maar de scheidsrechter volgt het keurig op. Ja, hij fluit af, wederom. Dan de laatste mogelijkheid voor rust, dan misschien voor Borger om wat terug te doen. Oh, Eduard Schonewille, wat een bodycheck dat hij daar uitdeelt. Het is Tim Scheltinga, die ligt op de grond, zwaar gehavend. Ah, hij kan wel verder spelen trouwens hoor. Maar natuurlijk nog wel een kaart. En het is maar geel. Mag Eduard Schonewille niet klagen. De tweede helft dan. 0-1 in het voordeel van de Roden. Elim. Worden weer afgejaagd. Elim in aanval. En oh, 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 wat een zware overtreding wederom. Dit keer eentje van Borger. Niek Scheltinga. En natuurlijk krijgt hij geel op de benen van Damon Doldersem. Diezelfde Doldersem bereikt dan Joey Gritter. Gritter op Klomp. Ja, 0-2. Herman Klomp, koud in het veld, moest op de bank beginnen. Is daar op de goede plek. En het lijkt dat de wedstrijd dan gespeeld is. Ja, en er is weer gevlacht. En die keurt het af. Maar ik begrijp de consternatie, want er werd heel wat afgevlacht die middag. Dan, 10 minuten voor tijd. Borger op zoek naar de aansluitingstreffer. Ook weer een overtreding. Herman Klomp krijgt daarvoor geel. Het is ook terecht. En zo is eigenlijk de hele wedstrijd rommelig. Gaan de trainers ook nog even met elkaar aan de mot. Voor een neutraal toeschouwer helemaal niet zo'n hele leuke wedstrijd. Maar natuurlijk wel een winnaar. Elim blijft koploper. En waarom lukte het dan gewoon niet bij Borger? Wij kwamen gewoon niet aan voetballen toe. We kwamen niet in ons spel wat we graag willen. En van achteruit op te bouwen. Dat deed Elim ook goed hoor. Complimenten aan die ploeg wat dat betreft. Alleen ja, we kwamen niet in ons eigen spel wat we graag wouden spelen. Overige uitslagen. Verrassend dan ook Angerslo. Het begint zo moeilijk aan de competitie. Maar wint met 1-8 bij Waskemeer. En Hogeveen wint met 4-3 bij Wolvenga. En door die overwinning staan ze samen met Elim keurig aan kop. En Borger heeft inmiddels de hete adem van Willemsoord in zijn nek.